Van harte welkom in het mooie oude Haske en wel op de Wietswal. Ja, waterplan Wietswal 65. En ja, het is, ja, vroeger noemde ik Jan de Boevri. Maar we gaan het nu ook even weer super strak doen. Dit is er bij je ingekomen. Hier kun je zelfs nog iets aparts doen. Kom ik straks even op terug. En dan bedoel ik werken aan huis, als je dat wilt. Hier kunnen we ook door naar die prachtige tuin. Sluiten we straks even mee af. Toilet aan de rechterkant. En dan wandelen we even door. Ja, het begint al. Alles is eigenlijk nieuw hoor. Dus dat is wel heel prettig. Wat een mooie strakke keuken. Zo willen we dat eigenlijk. Mooie afzuiger, ook in stijl erbij. Alles is ook weer dat plusglas geworden. Het is geïsoleerd. Het is gewoon prettig. Mooie strakke vloer die doorgelegd is in die hele bungalow. Ja, leuke haard. Het is echt leuk. Kom even, wat beginnen bij de master. Dat is dan ook echt een master. Grote ruimte. Nou ja, daar kan dat hele grote bed natuurlijk prima in. Je maakt continu contact met de mooie tuin. En dan gaan we, ja, je kan aan deze kant, of je kunt hier ook even bij langs lopen. Ja, het neigt nogal, hè, om steeds even naar buiten te kijken. Leuk hoor. Nou, hier is ook een slaapkamer opgeofferd. Om die mooie ruime badkamer te realiseren. Mooie marmertint, dubbele bakken, vloer doorgelegd in hetzelfde, ventilatieroostertjes erbij, het is heerlijk, heerlijk. Nou, dan gaan we hier naar de garderoberuimte. Een garderoberuimte, ja, als je op de plattegrond kijkt ook, daar zou je hier ook nog een slaapkamer van kunnen maken door er een wand te plaatsen en dan loop je lekker zo naar binnen. En ja, dit is wat ik al riep net aan de buitenzijde. Dit is zo'n heerlijke ruimte, wat je dus, hè, die kun je apart aanvliegen voor allerlei doelen. Hier is door de eigenaresse de wasmachine en droger opstelling geplaatst. En ja, je kan er alle kanten mee op. Leuk? Ja, prachtig. Tot zo. Nou, en nu nog even het allermooiste stukje. Dit is natuurlijk beleving buiten. Wat een heerlijke grote kavel. Er zit nog een berging, hè, voor die grasmaaier en ja... Er zit ook nog een entree aan die kant. Dus je kunt helemaal om de bungalow heen. En ik ga natuurlijk dat even proeven. Ja, over proeven gesproken. Ja, mooi hè. Mooi dak. Hier nog opnieuw een berging. Maar ook lekker voor alle tuinspullen lekker in kwijt te raken. En ja, we hebben de jacuzzi even aangezet. Maar dat is echt wel een ideale plek. Mooie eindzon hier. Even testen hoe dat hier gaat. Dit is wel... Volgens mij heerlijk. Ja, ook nog een schaduwplekje nu. Het is wel lekker, hè? Je kan zo naar het Nanawiet. Met je bootje. Fluisterbootje dan wel. Of een kano. Maar dit is echt heerlijk, hoor. Vakantiegevoel iedere dag. Het kan hier op de Wietswal. Top. Ik word er heel gelukkig van zo.